dat niet de bedoeling was dat zaken zouden uitlekken. Dus heeft in de ontmoeting heel nadrukkelijk aangegeven dat het hem zeer spijt dat in december is in gesprekken die wij hadden met de ambassadeur in Paramaribo is aangegeven dat de minister van plan was, althans de minister-president van plan was, om binnenkort een betekenisvolle boodschap te geven. En dat we daar als organisatie ook een bijdrage moeten leveren. En de ambassadeur was zelf ook heel erg verrast met het nieuws dat er op 19 december een betekenisvolle boodschap zou worden gegeven. In het katshuis, en dat heeft er ook mede toegeleid dat we zijn uitgenodigd, in het katshuis is dus aangegeven dat één, dat het voor ons allemaal heel erg onprettig is. De Surinaamse organisaties die daar waren in Nederland, wij vanuit Suriname en de Antillen, die hebben dus aangevraagd wat de datum van 19 precies is. En daar kon dus ook geen adequaat antwoord op worden gegeven. En zo zijn we dus gerold in twee werkgroepen, waar heel veel ministers bij waren, waaronder meneer Weerwind, minister Dijkstra, minister Van Huffelen van Koninkrijksrelatie en de minister van Binnenlandse Zaken. En we hebben dus zo gesproken over wat het allemaal gedaan gaat moeten worden. Minister Kaag komt in de loop van deze week, dat is de vicepremier in Nederland, mede om te praten over de kwestie van excuses. Is jou dat ook bekend? Nou, dus dat voorstel hebben wij gedaan aan, okay. Dat heb ik gedaan aan premier Rutte staande de vergadering. Mm-hmm. En ik heb dat ook meteen afgestemd met de Surinaamse ambassadeur die ook op de bespreking aanwezig was. En meneer Rutte heeft het voorstel meteen goedgekeurd. En daar werk van gemaakt in de vergadering van het kabinet die vrijdag. En we hebben dus zondagavond het bericht gehad dat het mevrouw Kaag wordt.